Tijdens het open deurweekend in Terheide werd voor de 13e maal de Terheide Run met moto's met sidecar gehouden. De 60 motorrijders werden versterkt door een aantal oldtimers, waar ook de bewoners een tochtje door heel Limburg konden in meemaken. Ondertussen kon men een hapje eten en een pintje drinken. Er was ook de mogelijkheid om het dagelijks leven van de bewoners van Terheide mee te maken. Een ritje op een pony was natuurlijk een hele belevenis. Voor de kinderen was er een reuzengroot springkasteel. Men kon ook een bloemstukje kopen dat door de bewoners zelf was gemaakt. En eendjes vissen voor het goede doel is altijd plezierig.